leerlingen tonen hun creativiteit bij Expo, zware regens in Italië en wat zijn Nazca lijnen? Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Op de Johannes Vrolijk School was vandaag iets bijzonders. Ze hebben een nieuw onderwijssysteem waarin ze leerlingen kennis laten maken met hun eigen creativiteit. Vandaag konden ouders en leerlingen het resultaat daarvan bekijken. Er waren allerlei leuke dingen te zien, zoals huizen die op een creatieve manier zijn gemaakt, knutseldieren, zelfgemaakte weilanden en nog meer. Zelf vonden de leerlingen het ook leuk en waren ze blij dat ze dit mochten doen. Ik vind het leuk, want dan hoef ik niet altijd les te volgen. Kan ik ook dingen maken. Ik vind het veel leuker en interessant en leren. Ik vind het toch wel goed dat we kans krijgen om ook een paar dagen vrij te zijn. Dus ja. Het gaat om een expo waaraan de leerlingen hebben meegedaan. Vandaag ze hebben besloten om een expositiedag te houden voor de kinderen. Wegens omdat die kinderen alleen maar mooie opdrachten maken. En de school vond het echt leuk en daar hebben ze besloten om deze dag te houden. En ik ben even nu hier om nagels te zetten, omdat ik het hier een beetje leuker vind. Nadien moet ik weer terug om weer die kinderen uit te leggen waar we het daarover hebben en zo. Ja. Ik heb samen met mijn groep een huis gemaakt voor de technische sector. Dat heb ik gemaakt. En ik heb ook een flap gemaakt. Het ging over de slavernij van vroeger. Wat vind je ervan dat je ook mag knutselen in plaats van alleen maar les volgen? Ik vind het leuk, want dan hoef ik niet altijd les te volgen. Dan kan ik ook dingen maken. Voor de leerlingen is het heel erg spannend. De school wil daarom andere mensen kennis laten maken met wat de leerlingen kunnen. We hebben dus al gemeend, we zijn gaan zitten, mijn team en ik, om te kijken wat kunnen we doen aan motivatie alvast. En dan zijn we dus dan hierop gekomen, want we hebben dus gemerkt dat in het nieuwe onderwijssysteem we dus dan heel veel aan praktische dingen moeten doen. En alleen maar om hun werkstukken, dus dan toch die waardering te geven, dan hebben we dus dan dit georganiseerd. Ik vind het heel interessant, leuk. Ja, je kan zelf dingen kopen, lekker eten. Ja, en er is muziek. Like, top. En leuk muziek, ja. In ons land heeft het de afgelopen tijden heel hard geregend. Straten en huizen stonden onder water. Maar niet alleen Suriname heeft daar last van, ook Europa. In meerdere landen in dit werelddeel heeft het de afgelopen dagen hard geregend. Maar in Italië was het het ergst. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden, mensen zaten vast op de daken van hun huizen en er is zelfs een bekende autorace afgelast, allemaal vanwege hevige overstromingen. De afgelopen dagen heeft Italië heel veel last gehad van zware regenbuien, waarbij de grootste hoeveelheid in het noordoosten viel. Door de hevige regenval zijn 21 rivieren in de regio buiten hun oevers beland. Daardoor zijn verschillende steden onder water komen te staan, die vervolgens tot dodelijke overstromingen hebben geleid. Er werden hulpdiensten ingezet om mensen te redden en te evacueren. Mensen worden naar veiligere gebieden gebracht en opvangcentra worden opgezet. Reddingsoperaties blijken ook moeilijk te zijn, omdat vele wegen overstroomd zijn en veel steden zonder elektriciteit zitten. Het is zo erg dat er wordt aangeraden om weg te blijven van de plek. Reizigers die van plan waren naar de regio te reizen om de Formule 1 Grand Prix te bezoeken, moesten ook hun reis afzeggen. De Formule 1 Grand Prix, die dichtbij de zwaarst getroffen gebieden zou plaatsvinden, werd stopgezet om de druk op de hulpdiensten te verlichten. Volgens de meteorologen zijn de overstromingen deels veroorzaakt door klimaatsverandering. De zware regenval kwam na maanden van droogte, waardoor het land uitgedroogd werd en dus niet in staat was om al het water te absorberen.
Binnen een periode van 36 uur, ongeveer anderhalve dag, viel er gemiddeld 2000 mm regen, wat veel is, want Emilia-Romagna ontvangt gemiddeld 1000 mm per jaar. Dus binnen een korte periode is er dubbel zoveel regen gevallen als normaal. Italië is niet het enigste land in Europa dat wordt getroffen door overstromingen. Ook buiten Italië zijn er overstromingen geweest door zware regenval. Om toekomstige overstromingen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken, zullen de landen in Europa verschillende maatregelen treffen. Want de gevolgen van overstromingen zijn verwoestend en hebben grote invloed op zowel het milieu als de samenleving. Nazca-lijnen zijn grote tekeningen die duizenden jaren geleden in Peru zijn gemaakt. Ze zijn te vinden in de woestijn van Nazca. Heel veel toeristen komen erop af. Maar wat zijn ze precies? De tekeningen bestaan uit verschillende vormen, zoals rechte lijnen, driehoeken en afbeeldingen van dieren, vogels en planten. De Nazca-lijnen werden ontdekt in de jaren 1920, toen vliegtuigen voor het eerst over de woestijn van Nazca vlogen. Sindsdien hebben onderzoekers ze bestudeerd om meer te weten te komen over de oude Nazca-cultuur. De tekeningen verschillen in grootte. Sommige zijn slechts enkele meters lang, terwijl andere wel honderden meters groot zijn. De grootste tekeningen, zoals de kolibri en de aap, zijn meer dan 100 meter lang. Naast de bekende dierlijke afbeeldingen zijn er ook meetkundige vormen, zoals spiralen en rechte lijnen. Sommige lijnen lopen recht over de heuvels en lage gebieden, zonder dat ze van vorm veranderen. Dit laat zien hoe nauwkeurig de Nazca-mensen waren bij het maken van de tekening. Ze worden Nazca-lijnen genoemd omdat daar de Nazca-stam woonde. Waarom de Nazca-mensen deze tekeningen hebben gemaakt, weten we niet zeker. Sommige onderzoekers denken dat ze gebruikt werden voor speciale ceremonies of om de sterren en de maan te volgen. Anderen denken dat ze een religieuze betekenis hadden. Tegenwoordig zijn de Nazca-lijnen een belangrijke toeristische attractie. Het behoud van de Nazca-lijnen is erg belangrijk. Erosie door de wind en regen kan de lijnen beschadigen en ook menselijke activiteiten zoals voetstappen kunnen schade veroorzaken. Daarom worden maatregelen genomen om de tekeningen te beschermen, zoals het beperken van toegang tot bepaalde gebieden en het gebruik van drones voor onderzoek in plaats van direct contact met de grond. Veel mensen vinden de Nazca-lijnen interessant vanwege hun mysterie en schoonheid. Ze vormen een raadselachtig stukje geschiedenis dat ons helpt met de oude culturen en hun creativiteit beter te begrijpen. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder, een fijn weekend en tot volgende week.